Toezicht op de marktwerking is nodig om consumenten te beschermen en een eerlijke concurrentie tussen ondernemingen te kunnen garanderen. Daarnaast moet er gestreden worden tegen economische fraude en consumentenbedrog. De FOD-economie doet dit aan de hand van informatieverstrekking en guidance, maar we kunnen ook overgaan tot het geven van formele waarschuwingen, het nemen van tijdelijke maatregelen om schade te voorkomen en, indien noodzakelijk, het sanctioneren van overtreders. De controlediensten van de FOD-economie kennen een brede waaier aan bevoegdheden. Gaande van de controle op de naleving van informatie- en transparantieverplichtingen door ondernemingen, over het stopzetten van oneerlijke praktijken ten aanzien van zowel consumenten als ondernemingen, de controle op de conformiteit en de veiligheid van producten en diensten, tot het toezicht op de invoer van goederen en diensten. De FOD-economie heeft toezichtstaken in alle mogelijke economische sectoren en expertise in specifieke domeinen, waaronder de energiemarkt.